De realiteit is dat vrouwen nog altijd het grootste deel van het huishouden en ook de zorg, zowel voor de kinderen als eventueel ook voor ouders die het moeilijker krijgen, dat die nog altijd dat grootste deel van die zorg op zich nemen. En daardoor het moeilijker is om tijd te maken voor engagement, voor politiek engagement. Dat is één grote oorzaak waardoor vrouwen minder gemakkelijk stap zetten naar de politiek. Maar ook, en dat is de verantwoordelijkheid van de politiek zelf, is dat er in de politiek te weinig gesproken wordt over thema's die vrouwen echt aanbelangen. Het gaat dan ook over de zorg, over het onderwijs, over het flexibel werken. De sector waar vrouwen heel erg actief zijn, daar gaat het eigenlijk veel te weinig om. Het gaat te veel over het economische en te weinig over die thema's die vrouwen aanbelangen. Mijn boodschap voor de andere vrouwen in de politiek is dat we die stem van de vrouw heel erg naar voren moeten brengen. We zien dat vrouwen veel meer getroffen worden door regeringsmaatregelen of door besparingsmaatregelen en dat we die echt moeten doen weer klinken. En ook dat we elke beleidsmaatregel die genomen wordt, ook op Vlaams niveau, moeten toetsen aan de effecten daarvan op de vrouwen. Er zijn veel vrouwen in mijn omgeving waar ik heel erg naar opkijk, maar waar ik in mijn jeugd heel erg naar opgekeken heb, was Isabelle A. Op een gegeven moment heeft zij het nummer Blank en Zwart gebracht voor een zaal waar ook het Vlaams Blok toen aan het protesteren was. Maar ik vond dat enorm knap hoe zij als jonge vrouw toch gewoon dat nummer heeft blijven brengen tegen die stem van het Vlaams Blok in de zaal in.